Ziekenhuizen en zorgverleners kunnen nu ademhalen. Hoewel er nog steeds COVID-19-besmettingen zijn en mensen dagelijks worden opgenomen, is de druk iets wat afgenomen. Jason van Genderen, algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica, RZW, zegt dat deze situatie alleen beter kan worden als een ieder zijn of haar medewerking verleent om het COVID-19-virus de kop in te drukken. Zo zullen we dan langzaam maar zeker kunnen beginnen aan een nieuwe normaal. Van Genderen hielp ook de misvattingen die er bestaan over volledig gevaccineerden uit de wereld. Dat je volledig bent gevaccineerd betekent eigenlijk dat je dus als je besmet raakt, dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt. Maar dat is niet altijd het geval. Als je dus daar nog onderliggende aandoeningen of klachten hebt, kom je wel in het ziekenhuis terecht. Maar er is dan een grotere overlevingskans. En dat is heel belangrijk voor jou als individu, maar ook ter bescherming van je medemens. Het vaccin werkt. En dat hebben we dus gezien in de verschillende opnames die we hebben gehad de afgelopen periode. Je bent gevaccineerd, maar dat betekent nog steeds niet dat je dus dat je de maatregelen niet moet volgen. Ik kom soms mensen op straat tegen zonder een mondkap en ik vraag beleefd, wanneer we dus in een gesloten ruimte zitten, van kan je mondkapje opdoen? En er wordt soms aan mij gezegd van nou, ik ben toch volledig gevaccineerd. Maar dat betekent niet dat je volledig beschermd bent. Je kan nog altijd besmet raken met het virus, maar je bent dan wel, je hebt wel een goede immuunsysteem, zodat je lichaam kan vechten om heel snel, weet je, uit die ziekte te komen. Dus we moeten de mensen, of wij als ziekenhuis, drukken de mensen nog steeds op het hart om de regels te blijven volgen. Ook al ben je gevaccineerd, hou de Mohana-maatregelen in acht. Javier Asin, coördinator van het Nationale Coördinatieteam NCT, zegt dat in het kader van de hogere versnelling van het vaccinatieprogramma in Suriname er enkele wijzigingen in het vaccinatiebeleid zijn gebracht. Zo is besloten dat personen die al een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, niet meer 8 weken hoeven te wachten voor de tweede dosis. Asin zegt dat de wachttijd per direct is veranderd naar 4 weken. Omdat we willen dat zeker nu er feestdagen aankomen en we weten dat jullie elkaar gaan opzoeken, dat het goed is als iedereen optimaal beschermd is. Dus we gaan nu beginnen met een tussenperiode van 4 weken tussen de eerste en tweede dosis AstraZeneca. Dat is even lang als de tussenperiode tussen de eerste en tweede dosis Moderna. En ongeveer even lang als die tussen Pfizer en Sinopharm eerste en tweede dosis. Dus alle vaccins. Ben je binnen 4 weken heb je 2 doses gehad en je bent volledig beschermd binnen 6 weken. Want u weet, u bent pas beschermd 2 weken na, volledig beschermd 2 weken na de laatste dosis. Asin en Van Genderen spraken gisteren tijdens de reguliere COVID-19-persconferentie van het Nationale Coördinatieteam in het perscentrum van het kabinet van de president.